Hallo, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video hier op Edeldie. Mijn naam is natuurlijk Jurgen, oftewel Thaldi. En vandaag ben ik hier weer terug met de Spik Splinter nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over Kingdom, Empire en mijn nieuwe rol daarin. Ik ben nu natuurlijk projectleider van The Kingdom samen met Dylan, Rotjochi. En we hebben al een aantal plannen gemaakt voor dingen die wij willen gaan doen. Dingen die we willen gaan bereiken op Kingdom. En een van die dingen is om te zorgen dat Empire weer heel actief terugkomt op de server. In de eerste maanden van The Kingdom was het gewoon zo dat Empire best wel actief was. Als je iets fout deed of je komt te dicht bij Empire, dan waren ze er heel snel bij. En dan had je die spanning, die actie en dat gevaar lag echt op de loer. Dat is in de loop van de tijd wat minder geworden. Empire was wat minder aanwezig en daardoor zijn mensen wat makkelijker gaan denken over dingen. En een van onze hoofdpunten is om gewoon te zorgen dat het weer lekker terugkomt, dat het actief is, dat het spannend houdt en dat je die angst voor Empire echt inhoudt. En een van die dingen die daarbij hoort is Empire een beetje vernieuwing geven, wat nieuwe locaties, wat nieuwe builds, etcetera, etcetera. En die wil ik vandaag eventjes laten zien, om te zorgen dat jullie daar ook een idee bij hebben. Want dit zal waarschijnlijk ook wel veel gaan voorkomen in allerlei video's en streams van mensen die in contact komen met Empire. Want Empire heeft al een hele hoop dingen gedaan de afgelopen paar dagen dat we hiermee bezig zijn. Een van die dingen is dat er heel veel nieuwe Empire dingen komen. En daar is één daarvan is deze toren. Ik zal eventjes gaan vliegen zodat je een beetje beter kan zien. Dit is een gigantische Empire toren. En hier wil je echt niet inkomen. Als Empire hier meeneemt, dan kunnen ze proberen jou hier zo helemaal mee naar boven te nemen. En jou dan door dit gat naar beneden te gooien. Dan kom je namelijk hier zo in een ruimte. En dat is eigenlijk gewoon dus een cel. Dit is gewoon een watercel. Hier moet je dus blijven zwemmen. Dus dit is heel vervelend. En ook vooral heel lastig om in te komen. Want ja, je zit daar dan vast. Maar er is geen manier om hierboven te komen voor de rest. Hier kan je alleen maar komen als Empire. Ook deze ring, hierzo, kan je eigenlijk ook alleen maar komen als Empire. Dus dat is heel lastig om daar te komen. Als je hier als sterveling, als mens wil aankomen, dan zou je dus gewoon via het land moeten gaan. Nou, je kan hier gewoon aan land komen. Maar dit is toevallig een eilandje. Dit specifieke eilandje, want die torens staan op verschillende locaties. Er staan er nu 6. Dit eilandje zit een beetje bij Eiland, Fenrin en Eleftheria. Want dan kan Empire ook daar de boel in de gaten houden. Want het is natuurlijk niet eerlijk als het maar bij bepaalde kingdoms is. Het moet overal balanced blijven. Nou, je komt hier zo binnen. Hier kan je dus wel gewoon binnenkomen. Als je dat durft. Want het is nooit verstandig om zo naar Empire te gaan. En wat ik wil, dat moet ik bij de andere torens nog doen. Is dat je sowieso dus hier naar boven kan. Dus je kan hier naar binnen komen. Mocht je dat lukken. Maar stel dat er zit iemand voor jou gevangen. Dan zou je dus hier langs naar binnen kunnen gaan. Dan ben je hier zo. En hier zo boven zit dan die Empire Prison. Die watercel. Dus je zou hier dan een gat kunnen maken. En dan kan je jouw gevangenen eruit laten komen. En dan moet je natuurlijk weer heel snel wegwezen. Dus dat is de enige manier eigenlijk voor mensen om een gevangene hier te redden. Dus dat is nog best wel pittig. Want dan moet je dus hier beneden naar binnen. En als de Empire iemand gevangen heeft, dan zal die waarschijnlijk ook wel in de buurt blijven. Maar dit is dus één van de torens. We gaan lekker naar de volgende toe. Zo, dit is één van de andere torens. Nou, die heb ik nog niet helemaal aangepast. Maar dit is een andere locatie. Dit zit vlakbij Oud-Mura. Daar zo aan de andere kant van de rivier is eigenlijk al Oud-Mura. En daar zitten heel veel kingdoms op dit moment natuurlijk. Je hebt daar een Yennava-ambassade. Je hebt daar een Khaleesi-ambassade. En je hebt daar een Fenrir-ambassade. En dan nog de mensen van Mura zelf. En het is dus heel dicht bij Empire-gebied. Dus vandaar dat ook hier een toren staat om ze in de gaten te houden. En Empire zal ze ook heel actief waarschuwen. En volgens mij als je nog een stukje deze kant op gaat, dan kom je uiteindelijk ook bij de grens van Zera uit. Maar dan, kijk, dat is daar pas. Daar is Zera pas. Dus dat is weer wat verder weg. Maar het staat hier dus ook in de gaten houden. En hetzelfde als je deze kant op gaat, kom je bij Lurt uit. Dus dit is ook weer zo'n punt. Dat is vlak. Dit is ook echt Empire landgebied. Dit is echt een groot stuk van het Empire land. Eigenlijk het soort hoofdland van Empire. Dus dat is best wel logisch dat ze hier ook een toren hebben staan. Want je ziet daar is Lurt al. Hier zit Oud-Mura dus. En daar zit Zera ook nog in de buurt. Dus ook hier hebben ze zo'n grote toren neergezet. Nou, dan hebben we hier nog zo'n toren. En deze toren staat ook in het Empire gebied. Ook in het grote hoofdstuk van Empire. Maar deze staat dan hier zo. En dat is vlak bij Xar. Want als we heel klein stukje deze kant op gaan. Kijk, daar zie ik Xar al.
Dus dit is ook weer zo'n punt dat het op de grens staat van hun gebied om een ander kingdom goed in de gaten te houden. En in dit geval is dat dus Xar. Dus ook zij worden in de gaten gehouden door Empire. Dit is echt dus bedoeld om te zorgen dat Empire niet alleen actief is in de Empires die online komen. Maar ook dus dat je ziet dat Empire aan bezig is door nieuwe gebouwen, et cetera, et cetera. Dat vinden wij best wel belangrijk dat dat een beetje bij gaat komen. Empire moet ook wat meegroeien met de rest van de server natuurlijk. Zo, dan hebben we deze toren. Ook deze staat weer op een strategische plek. En die staat ook bij de nieuwe Empire muur. En deze muur loopt tussen Malino en Varian en Empire in. Daar stond een oude muur, die hebben we helemaal geresteld naar deze stijl. En deze muurstijl stond ook al tussen Xar en Empire in. En dit is zeg maar de muur dus die dus de twee landen scheidt. En je ziet het is veel ruiger, veel duisterder. En dan staat er dus ook nog zo'n toren vlak achter. Om te zorgen ja, dat mensen hier niet zomaar in de buurt komen. Je moet niet zomaar bij Empire in de buurt willen komen. Nou, ik zal gewoon eventjes de muur gaan volgen. Dan kan je dat gewoon zien. Dus dit is de Empire muur. Ja, hier wil je gewoon niet in de buurt komen lopen. Als je in de buurt komt, dan zullen Empires al snel denken van hey, dat is niet de bedoeling. Dat zullen ze echt als belediging zien. En dan zullen ze dus vrij snel al bij je langs gaan komen. Op dit moment is Malino natuurlijk van het Noorderpact. Is natuurlijk van het Noorderpact. En dat betekent dat zij ook in Malino gaan rondlopen. Maar er zijn alweer wat conflictjes geweest tussen Empire en het Noorderpact over Malino. En je ziet al, er is een hele grote vuur. Laag als het ware aangelegd als een soort grens. Empire is niet zo blij dat er andere mensen daar in Malino zitten. Ze willen gewoon weer Malino voor zichzelf hebben. Dus ik ben benieuwd hoe dat conflict verder gaat ontwikkelen. Maar je ziet in ieder geval deze muur die loopt gewoon helemaal overal langs waar de oude muur stond. Alleen nu is die wat, ja, wat ruiger en wat duisterder. Wat meer Empire dan die oude muur. Ja, dat loopt helemaal hier door tot en met het einde. En hier is de zee. Maar ook hier hebben ze weer zo'n toren staan. Aan deze kant. Dus dit is een beetje bij vlakbij Malino. Maar ook bij Inava. Waar dus ook de ambassade van Fendrin vlakbij staat. Dus ook hier zo is het oppassen geblazen. Want hier hebben ze ook gewoon zo'n gloednieuwe toren. En dan hebben we nog één andere toren. Zo, en dan hebben we hier nog één toren op het Empire gebied. Dit is ook gewoon weer langs de kust van Empire. Dus ook weer dicht bij Inava en Zera. Maar dit is dus gewoon... Ja, eigenlijk vooral de grote zee waar mensen wel eens langskomen varen. Oh, het wordt wat duisterder. Het gaat regenen. Ja, dit is een stukje van het Empire land wat ook echt veranderd is qua uiterlijk. Dit is ook weer wat ruiger. Ze hebben ook weer zo'n soort vuurring om dit ding heen gelegd. En ja, ook hier zo kan je straks weer naar binnen, et cetera. Binnenkant moet nog een beetje worden aangepast dus. Maar ook hier staat weer zo'n Empire toren. Een nieuwe Empire toren om Empire echt goed te beschermen en... Dus weer wat indrukwekkender te maken. Ze laten zien dat ze er zijn. Ze laten zien dat ze weer aanwezig zijn hier in de wereld. En ook dat er zeker serieus moet worden genomen. Want hier kom je niet zomaar in of uit deze torens. Dus hier wil je echt niet gevangen worden genomen. Maar ik dacht, het is voor jullie wel even tof als jullie een soort duidelijkheid hebben van waarom is Empire opeens weer zo actief terug. Dat is dus een van de dingen die wij als PL's gaan doen. En ik dacht dan is zo'n highlight als deze is wel leuk. Want het is al in effect. De dingen worden al gebruikt. De Empire is echt heel actief bezig. Jullie zullen waarschijnlijk ook al allerlei dingen met Empire voorbij zien komen. Of al gezien hebben. Dat Empire er weer echt actief mee gaat bemoeien. Dus dat wordt hartstikke tof. Daar gaan echt zeker hele toffe dingen mee komen. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Vinden jullie het ook echt tof dat Empire actief terugkomt op de server. Dat maakt het natuurlijk allemaal een stuk spannender. Een stuk gevaarlijker ook. Want Empire is gewoon heel onvoorspelbaar natuurlijk. Je moet daar echt geen grote mond tegen hebben. Want dat eindigt niet goed voor jou meestal. Tenzij je iets hebt waar je Empire een beetje mee kan verdrijven. Maar dat zijn weinig kingdoms die dat hebben. Weinig kingdoms kunnen Empire wegdrijven. Ik denk dat er maar een paar dingen zijn dat dat kunnen. Een Raftigar. Die zou dat wel kunnen waarschijnlijk. He, dat is echt dat is natuurlijk iemand die ook heel sterk is. Dus... Dat zal waarschijnlijk lastiger zijn voor een Empire. Als er één Empire is, dan zal die het ook niet zo hebben op draken.
Maar zodra ze met meerdere zijn, dan zullen ze het gevecht misschien wel aangaan. Dus ja, in de meeste gevallen ben je gewoon verstandig als je je mond houdt totdat ze iets van je vragen. En dan gewoon goed daarop antwoorden en respectvol zijn. Want je weet het maar nooit bij een Empire. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Als het zo is, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Abonneer zeker even op Edeldier voor meer. En dan zie ik jullie hopelijk weer de volgende keer terug bij meer Edeldier Kingdom, Fenrir vooral. En misschien af en toe zo'n highlight van dingen die je kan verwachten op de server. Want ik ben hier hard mee bezig geweest. En deze toren zijn trouwens gebouwd door het Edeldier bouwteam. En dan deze toren is voornamelijk gebouwd door Damien, Duncan Builder. Samen met mij, ik heb een beetje de inrichting afgemaakt zodat ik hem kon gaan gebruiken. Hartstikke tof, eerste nieuwe Empire build en wie weet wat er allemaal nog gaat volgen. Vergeet niet een leuke reactie achter te laten, duimpje omhoog te doen. Abonneer op Edeldier en tot de volgende keer. Zoals altijd, tot doei!